Hallo allemaal, ik ben El en vandaag ga ik verder met Layers of Fear, deel 5 in de YouTube-reeks. In deel 4 zagen we dat mijn vrouw verbrand is. En was eng. En mijn dochtertje, dat was ook niet helemaal in orde. Maar we gaan nu verder met het verhaal. Continue. Ik ben nog steeds niet bang. Ik heb mijn hond bij me. Dus komt allemaal goed. Laten we spelen. Laten we beginnen. Let's go. Oké, we zijn er weer. Hond, hi. Dit was het schilderij. We hadden hem geschilderd met een stukje huid, bloed. Een stuk, wat was dit ook weer? Een stukje bot. En het haar van mijn dochter. Geweldig. En het schilderij ziet er tot nu toe zo uit. Het wordt steeds vager en vager. Nou, we gaan verder. Oké. Gone. Weg, betekent dat. Dit is allemaal niet echt heel erg gezellig. Wat hier op staat. Maar goed, we gaan deze deur openen en we gaan verder met het verhaal. De deur wil niet open. De deur. Kom. Hallo. Links of rechts? We gaan maar naar links. Ik heb geen idee, jongens. Ik heb geen flauw idee. Oh, oké. Dit wordt weer zo'n spel. Zo gezellig spel. Ik begin net pas. Doe niet zo eng. Ik loop... Oké. Prima. Moet ik hier doen? Nee. Toppie. Tuurlijk. Laten we gewoon lekker gezellig rondjes gaan lopen. En waarom gaat de muziek steeds harder? Waarom? Top. Kom maar op met die jumpscare. Ik ben helemaal klaar mee. Kan ik? Het wordt donker. Ik wil niet dat het donker wordt. Oh fuck, daar is iets. Tuurlijk. Laten we gewoon gezellig hierheen gaan. Doe het al licht aan. The lure is easy to forget. Drunk. Ah, we gaan tekenen. Oh nee. Time. Oh shit. Nee. Die is op slot. Leg die aan alsjeblieft. Leg ik aan niet aan. Deze deur moet open. Go in circles. Remember each mistake. Time. Not yet. Ik heb niet zin dat er weer in één keer zo'n babyhoofd in één keer tevoorschijn komt. Of weet ik het wat. Ga ik hierheen. Kan dat? Dat kan. Maar is dat verstandig? Ik heb geen idee. Wat is hier? Hier mogen we een keer opruimen hier. Wat een kleren zou je zeggen. Ik weet ook niet waarom de lamp uit zit, maar we gaan gewoon lekker verder. Tot nu toe is er nog niet echt een jumpscare geweest. Hallo, wie is dat? Oké. Doeboe, nu, dan. Fuck. Nee! Ik wist het. Dag schat, dag vrouw van me. Hoe is het? Oké. Ben je het ook bang, Wolfie? Nee hoor. Oké. Nou. Ik heb dat ze een beetje gekookt heb. Ik begin honger te krijgen. Ze zullen toch niet twee keer een jumpscare uit elkaar doen? Hallo. Ik heb een sleutel. Van deze deur, denk ik. Okay. Kleren muis, ga weg, man. Moet ik de muis volgen? Oké, ik volg de muis. Waarom heb ik dan ook het geluid zo hard aanstaan in mijn koptelefoon? Dat is ook natuurlijk niet anders slim van mij. Dag, muis. Muis in het voorhuis. Oh. Is dus vlot, maar... Kijk, hier. En dan dit. En dan boep. En dan boep. En dan boep. Niks aan de hand. Oh, het huis staat op instorten, geloof ik.
maar dat geeft helemaal niks, joh. Gaan we naar boven. Ik noem jou Mickey. Hé, hey, niet weggaan, Mickey. Kom hier, Mick. Mickey. Zie je? Nog meer verfspullen. Hé, hey, halen. Ruim die kleren zo even op. Oh, hier kom ik niet heen. Wat staat hier? Cat dog rat. Wat? Eén. Eén is de kat. Dog is... 2, rat is... 8. 1, 2, 8. Moet ik dit onthouden? Ik heb geen idee. Zal wel een puzzel zijn straks. 1, 2, 8. Denk ik. Fuck, we zitten gevangen. We zitten weer een keertje vast hier. Geweldig. Oké. De deur heeft in één keer een slot gekregen. Geweldig. 1, 2, 8. Denk ik. Zal wel niet. Nee. Kut. Het is niet 1, 2, 8. Nou, gaan we even terug. Dag meneer. Even kijken, maar waar gaat dit heen? Oh, wacht even. Het gaat op kleurtjes. Denk ik. 2, 4, 9? 2, 4, 9, denk ik. Ja, ik weet het. 2, 4, 9? Ook niet. Joh, krijg wat. Weer terug. Gaat niet op kleurtjes. Ik dacht zwart, weet je. En dan, okay, misschien dan 6, 4, 9. 6, 4, 9 dan. Laten we 6, 4, 9 proberen, jongens. 6, 4, nee, dat is hem ook niet. God, voor de kleren. Je zat al denken dat het gewoon een kleur gaat, of niet? Het kan ook 7 zijn. Maar die 9 die is altijd standaard, dus dat scheelt. 7? Nee. Dit wordt irritant. Dit wordt heel vervelend. 2, 7, 9 dan. 2, 7, 9. Zal dat hem zijn? 2, 7, 9. Hey El, misschien moet je van die lijntjes volgen. Oh ja, misschien wel. Zullen we dat eens proberen? De kat gaat hier en dan gaat hij zo en zo en zo en zo. Maar hier gaat hij naar boven. Dus dat klopt niet. Even kijken. Zo, 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 zo. En dan gaat hij terug naar de... Naar de hond? Of is het alleen maar de kat? 2, 6, 8. Het zal alleen maar de kat zijn. 2, 6, 8. 2, 6 en 8. 2, 6... Ook niet. Krijg de hoerenpleurensteen. Sorry, waar de fuck moet ik heen dan? Ik dacht nog een beetje uit de game. Even kijken, 2 gaat hierheen. Dus ik kan sowieso niet 2 zijn. En 1 gaat naar... Naar de kat. 1 gaat... 1... 1 gaat naar de kat, dus het zal 1 zijn. Dit is zo leuk in de games. 1... Ja! Moet ik niet naar de kleurs kijken, maar moeten naar de nummers kijken. 2 gaat naar zijn, 5 ook niet, dus dat is hem niet. 3 gaat naar... Moet ik goed volgen? 3 gaat naar de kat. We moeten alleen de kat dingen hebben, denk ik. Dat is het. 1, 3... Aha, ik begin de puzzel te begrijpen. Het is al vroeg, hè, terwijl ik dit opneem. Dus wacht even. 1, 3... Hop, krijgen we dit gezeik weer. Rot is op, man. En de andere kat is dan... Want de kat moet de muis vangen, denk ik. Misschien is dat het gezeik, weet ik het, joh. 1, nog een 1. Hij had dat een mis, jongen. Skills? Nee, kut. Geen skills. Dit is zo vervelend. Ik ga deze puzzels zeggen als het zo is. Dus 2 en 5 is niet 4 dan? 4 lijkt er niet heen te gaan. Laten we 4 proberen. We gaan gewoon 4 doen. We zien het wel. Waarom? Waarom is deze puzzel zo raar? Waarom snap ik deze puzzel niet? Kom op. Als dit de kat is. Ik moet al die kattenlijntjes volgen. Laten we eerst met de eerste beginnen. De eerste gaat zo, zo, zo. En die gaat naar de 3. Dus het eerste getal is 3. Denk ik, weet ik het. Ja, dat is lijn 1. Vanaf de kat gezien. Ja, toch of niet? Kijk, die gaat zo. Gaat naar de 3. En de tweede lijn gaat naar de 4. De tweede lijn gaat naar de 4. Hé, doe even normaal. En de laatste lijn gaat dan... Zo, zo. Hier een rondje. En dan naar de 1. Dus dit moet hem dan zijn. Dit is die fucking kat. Hoop ik. En voilà. 3, 4, 1. Nou gaan we die deur openen en kijken wat erachter staat. Misschien komt... Hallo. Ik snap hem. En we gaan weer verder. De puzzel is opgelost. Het was allemaal met die kat met die lijntjes. Dat was zwaar irritant. Maakt niet uit. Hallo. Hallo. Nee. Doe niet zo raar.
Ik wil hier gewoon door. Kan ik hier door? Weer dat kunt. Oh, leuk dit. Oh, we hebben licht. Oh, gelukkig. Het wordt allemaal vredig. Ik ben misschien dood gegaan. Ik ga nu naar de hemel. Nee, natuurlijk niet. Alleen nog maar nog meer ellende. Judging by the silence that has now fallen over the house, I can safely assume that he has finally passed out. Undoubtedly surrounded by empty bottles and trapped and tattered pieces of canvas. Okay, our Lord in heaven, me. Ik ben dood? Of niet? Ik heb geen idee. We gaan gewoon verder. Is er van niks engs gebeuren? Ik heb geen zin om straks weer mijn vrouw te zien hier al ergens. Hoewel ze me wel steeds een knuffel geeft om me probeert te zoenen of weet ik het wat. Ik bij mezelf denk van, daar heb ik helemaal geen zin in. En waarom gaat de muziek ook in één keer zo hard en dat shit? Het is wel allemaal een stuk lichter allemaal hier. Dus de deur is in één keer dicht, oké. Okay. Ik ga me niet omdraaien. Ik heb nog meer jumpscares hier en daar. Rondje om de wereld. Als het kan, dan kan dat. Anders dan doen we het ook gewoon. Hier de klok. Ik loop wel heel... Oké, okay, hier is de deur eindelijk. Oké. Okay. Ik ben totaal niet bang. Echt niet. Ik ben nooit bang. Kom op zeg. Ik ben El Speelt. Elke maandag en vrijdag live te zien op Twitch. Hallo, wat is dit? Het schilderij beweegt. Het schilderij loopt van mij weg. Schilderij, waar ga je heen? Kom eens terug. Oh shit, nu als ik me omdraai, schrik ik me zeker aan de tering. Prima, doe ik. Bye! Hey! Hetzelfde schilderij als net. En hier heb ik een oog. En nog een oog. En nog een oog. Oh fuck. Oh shit! Oké. Okay. Hartstikke gezellig dit. Ah ja, oké. Okay. Kom ik hier nog uit? Hallo? Ja, stoppen! Ik ben weer dood, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Ik weet het allemaal niet meer. Oh, hallo. Ik ben weer knock-out gegaan, denk ik. Of het was weer een enge droom, of... Ik heb geen idee. Maar al mijn schilderijen zijn in gejat. What the fuck? Zit hier nog wat in? Een brief. Hey, sorry. Okay, maakt niet uit. I haven't written in a while. Your friend and agent Thomas. Was een letter, bla bla bla. Patience. The lady in black. What? Sorry. Beep. Waarom nog een keer mijn deur even olie? Oh, is die rat weer? Moet ik weer die rat gaan volgen? Denk je dat ik daar zin in heb om die rat te volgen? Deze deur is dicht. Deze deur is niet dicht. Canvas, crawler, mass, fear, what? Poison to paint, fire, final solution, fire? Ga dat ding in een fik steken? Kan ik dit zien? Nee, kut. Oké. Oké. Dat was zeker een explosief verhaal wat die boeken bezaten of zo. Jezus Christus. En ik schrok niet hoor, ik was gewoon weer even oefeningen aan het doen. Tussendoor. Dit is... Hallo, rolstoel. Oké, we gaan weer naar het hele enge jumpscare gedeelte. Ik vind het prima, kom maar. Ik ben nergens bang voor... Oh, dit ziet er gezellig uit. Dit is allemaal super. Dit is allemaal hartstikke leuk. Dit is allemaal... Dit is niet goed. Ik wil naar huis. Ik ben al thuis. Dat is het probleem. Die gaan zelf de kast exploderen. Nou, ik vind het allemaal best. Hallo, Mickey. Mickey is dood. Oh. Momentje stilte voor Mickey. Nee! Wat doe je nou hier? Ik hoef geen kus van je. Ik dacht even dat mijn greenscreen naar beneden diefde, maar oké. Okay. Oh, ga jij maar even terug. Het is te eng allemaal. Het is te eng. Oké. Okay. Ik
ik ben weer terug. Nee, ik ben niet terug. Wie maakt dat geluid? Oké. Okay. A little pain goes a long way. Klein beetje pijn gaat ver. Oké. Okay. Oh! Sorry. Ja, die deur moet gewoon open, dus. Sorry, degene die ik pijn deed daarmee. Laten we deze zwaar gebarricadeerde deur binnengaan. Kijken of we mijn vrouw nog ergens zien. Of misschien de geest van Mickey, je weet het niet. Hallo, hey, Mickey is terug. Maar jij vlucht ergens voor, maar waarvoor vlucht jij dan? Ik ga gewoon even kijken wat hier is. Ik ga er even daar niet heen, ik ga even daarheen. Daar kan ik dus niet heen en hier kan ik dus ook niet heen, dus ik moet wel daarheen. Een brief. Kan ik die brief openen? Kan ik hem lezen? Nee? Oké. Okay. Prima. Dan doen we het toch niet? Dan gaan we gewoon gezellig deze kamer binnen. Waar het schilderij op zijn kop hangt. En het raam in één keer dicht gaat. Okay. Ik hoor een klein meisje huilen en ik zie een schaduw. Doe dat licht aan. Kan niet. Zo. Hey. Hey joh. Hartstikke mooi dit. Ik zie nu echt geen ene ruk op mijn scherm. Hier is een deur. Oh. Hey, de lift is er weer. We gaan toch wel weer gezellig met de lift. Ik ben dan maar goed. Waar gaan we heen? Naar boven en naar beneden. Flip. Oh, deur moet dicht. Flip. Flip, la, ploep. We gaan naar boven. Oké. Okay. Dit gaat niet goed, geloof ik. Hallo, gezellig. Gezellig. Ik wil eruit! Kom maar op met die jumpscare. Ik ben nergens meer bang voor. Echt niet. Ik vind het allemaal goed. Ik vind het allemaal gezellig. Nee. Komt u maar. Ik zit helemaal klaar. Woef ook. Doe maar boe. Ik durf niet naar boven te kijken of wat dan ook. Er komt iemand daar van boven, geloof ik. Mevrouw? Nee, de klep gaat boven open. Ik ga niet kijken. Ik vind het allemaal best. Ik kijk gewoon niet. Ik zal wel motten, denk ik. Fuck it. Nee, nee, ik wist het. Oh, oh, we flikkeren en flakkeren naar beneden, hond. Wat nu? Oh, hartslag. Dat is nieuw. Ik kan nog geen hartslag nemen. Ik heb geen idee waarin. Waarom gaat deze deur niet gewoon open? Waarom? Waarom? Dit is irritant. Is dit weer zo'n puzzel? Is het een puzzel? Nee! Hier word je toch niet gezond van. Oké, okay, maar nu hebben we een beetje, denk ik, weer de jumpscares een beetje gehad. Dus we gaan nu weer gewoon verder met het verhaal. En er gebeurt verder niks. Hickory dickory dock. Dickory. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory dickory dock. Ik ben blij dat hij het leuk vindt. Bobby. Soep! Is dit? Is hier nog wat in? Oenola. Open die la dan. Briefje, denk je? Huh?
schitterend. Nou. Iep. Iep, iep. Ik hoor weer iemand janken. Ik ga gewoon lekker gezellig hierheen. Want ik ben ergens bang hoor. Oh, dit is dat kind weer wat toen aan het tekenen was. En... oké. Okay. Dat zat hier. Maar... de verder is daar niks. Prima. Ik zie daar licht. Ik ga er gewoon heen. Ik kan mij het verrotten hier. Fuck it. Hallo, schat. Nee, oké. Okay. Dan misschien moet je weer een kussie of zo. Ik ga gewoon naar je toe. Kom maar. Kom maar. Ik hou nog steeds van je. Hoe lelijk je ook bent. Zo ben ik. Kom maar, dat is geen hoe je eruit ziet. Als je maar gewoon lief bent en aardig en betrouwbaar. Blijf ik voor altijd bij je, schat. Echt waar. Oké. Iep. Iep. Iep, iep. Ieper de piep. Ieper de piep zat op de piep. Hey, ik ben weer in mijn kantoor. Oké, ik had eigenlijk verwacht dat ik nu wel weer even terug zou zijn. Telefoon. In mijn atelier om de schilderij verder af te schilderen, maar volgens mij is het misschien al af. Dit is wel weer dat hele enge schilderij. Die baby met dat baardhaar. Maar ik zie nergens een telefoon. Telefoon. Nee. Hey, ik zie dat boek raar doen. Een geheime deur? Nee. Oh, wel. Handige plek om daar een telefoon te verstoppen. Hallo. Why won't you talk is dit mevrouw? Dit is mevrouw. Oh. Mevrouw is misschien dood en die begint. Ik bel gewoon even 112. 112. Hallo met Ellie. Nee. Prima, nog niet. Maar dan. Een munt. Kan ik die munt pakken? Hij glimt toch? Hij glimt niet. Dag, eng schilderij. Oké, maar nu weet ik even niet wat ik moet doen. Terug, denk ik. Op slot. Oh, shit. Oh, shit. The fuck. The beep. Oké. Okay. Ja. Nee. Misschien moet ik op zoek gaan naar een telefoonnummer. Hey, laatjes. Misschien is het telefoonnummer in de lach. Dat is niet gezond. Some paintings deeply simple high words left alone critique. A basic knowledge of the subject. It's bla bla bla. Oké. Prima. Volgende la. Nee, deze heb ik gehad. Deze la open. In het kastje dan. Drank. Gewoon een alcoholist. Ik lijk André Hazes wel. De vroeg. Hey, nummertjes. 3, 6 en 3. Dan gaan we dat gewoon even bellen. In plaats van 1 en 2. 3, 6 en 3. 3. 6. 1. En 3. Dag mevrouw. No! Plikken daar nou gewoon een kind naar beneden? Sorry. De tering. Er staat een piano op de... die... Wat? Wat is... Hallo! En we hebben een deur die vanzelf open gaat. Dan gaan we gewoon lekker naar binnen. Vindt goed? Ik vind het allemaal schitterend, schatterend, schotterend. Ik kom eraan. Blijf bellen. Misschien is het mijn pizza. Het beeld gaat heel erg trillen. Oké, ik ben... boven ergens? Super. Ah, daar is de telefoon. Geweldig plek. Ik heb het beloofd. Zeker.
Zal ik hier naar beneden jumpen? Hey, deze deeltjes storten in elkaar hier. Moet ik weer gaan bellen? Ik moet weer bellen. Ik moet weer op zoek naar een nummer, denk ik. Maar waar is dat nummer dan? Op de grond. Oké. 8, 5, 3. Gelukkig is in deze puzzel niet zo heel erg moeilijk. 8. 5. Piep. En 3. Tring, tring. Hey, waarom? Huh? Ja. Een brug? Nee. Nog een telefoon. Nee! Ik ben naar beneden gelazerd. Dat was niet de bedoeling. Nu is het misschien het hele verhaal, het hele spel is misschien helemaal verneukt. Het was niet de bedoeling dat ik naar beneden lazerde daar. Sorry. Zijn we weer hier. Kijk, nu helemaal nieuw gaan beginnen zeker. Ik kan het weer helemaal nieuw gaan doen. Geweldig. Ik had toch niet naar beneden moeten flikkeren daar. Stom van mij. Nee. Oh. Ik dacht misschien blop. En ik heb er gekke getalletjes. Maar nee. Misschien moet ik eerst die telefoon opnemen. Kut. Of misschien is die telefoon opgenomen. Nee, ja, zie je. Ik had daar dus niet naar beneden moeten vallen. Dom van mij. Ik moet er beter uitkijken. Ik flik er in een gat. Dat gat is nieuw. Oh, we zijn hier. Gelukkig. Niet dat hele pokken weer terug te lopen. Dan moet ik ervoor zorgen dat ik niet weer naar beneden Lisa lazert. Oké. Okay. Omdat ik dus heb zeker. Wat gebeurt hier? Moet ik bellen weer? Nee? Oké. Okay. Ik durf niet. Oké. Okay. Rustig te gaan. Nee, waarom sta jij daar? Weer een nummer. 354. Maar waar is die telefoon dan? Hij is er weer. 354. Oké, okay. 3. 5. En 4. Toch? Hey! Dit is nu! We hebben nog een telefoon. Waarom? Oh, dit is totaal niet. Dit is een telefoon. Oh shit. En nou? Ik ga er echt niet achteraan hoor. Of misschien moet ik wel gaan. Ik weet het niet! Moet ik hier blijven staan? Hoort het in de game? Dit zal van de game worden. Dit moet wel. Ik ga niet nog een keer de hele puzzel doen. Lekker gebied. Alleen dit is geen beat. Ja joh, kom maar aan. Blijf bellen alstublieft. Oké. Okay. Sorry dat ik soep en dronk. En dat ik jou alleen liet. En dat... Jullie hebben zo graag te kloppen. En dat ik ons kind heb verwaarloosd. En jou ook. En aan de fles ging. Ja joh, kom eraan. Kap even met kloppen. Het is plot. En de geluid is zwaar irritant. Is dit een glitch? Kan ik hierop? Ik kan niet op. Misschien is dit gewoon een glitch in de game. Ik hoor wat, maar er gebeurt niks. Leuke puzzels altijd. Het geluid lijkt daar ergens vandaan te komen. Ja, op de deur, maar... Er is niks op de deur.
I owed Gouelli. I needed something to finger. The, how should I put it? Final touches. De final touches van schilderij zeker. I needed a finger. Ik heb een chopped vinger. It off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Oef. Almost burned it. Oef. Will I manage to pull this off? Tuurlijk. Laat een schilderij afmaken met de vinger. Kom maar. De vingerlaag. Man, wil hier al iets afgestaan. Ja, zie je, we zijn met dat atelier. Gelukkig. Oh, het wordt steeds gezelliger hier. Nou, hup, ik leg even de vinger op het schilderij. De laatste vinger aan het werk. Wat wordt het? Het wordt er niet beter op, dat kan je wel zeggen. Nou, op zich. Dag, schat. En hier zit dan die vinger in. Dan moeten we nog één dingetje hebben en dan is het spel klaar. Dan is het het laatste deel, denk ik. Dankjewel voor het kijken naar L speelt deel 5 van Layers of 4. Zo te zien zijn we bijna op het einde. We moeten nog één kastje hebben. Nog één item om het schilderij af te maken. Ik denk dat dit mijn vrouw was of zo. Ik weet het niet. Hoe dan ook, dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Elke maandag en vrijdag ben ik natuurlijk live te zien op Twitch. En bij L speelt met elke vrijdag een giveaway. Kom kijken, hartstikke gezellig. Chat erbij, prijzen, dit en dat. Alles erop en eraan. Bye bye.